Vanochtend is ons in Engeland bij de Royal Holloway Universiteit van Londen. En ons is genooi deur Kaspersky om met ons te praten over de toekomst van antivirusprogramma en die invloed wat virussen op onze rekenaars heeft. Nou, dit beïnvloedt ons allemaal. En samen met dit het hulle een competitie van studenten recht oor die wereld, wat moest competeren daarin. En ons het gelukkig is het Afrikaner, wat deel maak van die competitie. Ah, Engeland. Een prachtige land met diep geschiedenis, trotse tradities en natuurlijk iconische gebouwen. Bandwidth Blog TV was genooi deur die Kaspersky antivirusspan na hierdie verstommende land om te gesels oor die oorlog teen malware en virussen en waarvoor verbruikers moet uitkyk. So, ons hoor van virussen wat ons rekenaars affecteren op 'n dagelijkse basis, maar wat betekent dit nou rechtig? Dr. Joel Greenberg heeft verduidelijk dat die eerste machine wat boodschappen kon encrypteren, was toentertijd reeds in die Tweede Wereldoorlog. Die Duitsers het een machine ontwerp wat hulle die Enigma genoem het. Die Enigma kon boodschappen encrypteren en decrypteren wat daarvan gestuur is. De enigste manier om die boodschap te decrypteren is als je ook een Enigma gehad hebt en geweet het wat die correcte combinaties was wat gebruik is om die boodschap te encrypteren. Dit is nou decades later en met gevorderde technologie het het meer kritisch geworden om inlichting te encrypteren. De encryptie van boodschappen wordt nu gebruikt om jouw inlichting te beschermen van virussen en malware, wat gebruikt wordt door mensen om jouw inlichting te stelen en geld daaruit te maken. Virussen het toegeneem van 1 unieke virus elke uur in 1994 naar 200.000 unieke virussen elke dag in 2013. Wat er type inlichting is malware na op zoek en waarom? Well, I think we have a threat landscape dominated by cybercrime. Now, on the one hand, for individuals, that really means that a cyber criminal is using your computer to get your information, to get access to your bank account and steal your money. For businesses, that really means people launching targeted attacks, which are designed to steal commercial secrets, or they're designed to disrupt that business and maybe try and extort money, or actually to attack a business as a form of political or social protest. The job really of security experts is to engineer systems really which are robust and which make life difficult for the cyber criminals, for those people who want to misuse computers. Hoe kan ons dus onszelf beschermen van virussen en malware en van mensen wat ons inlichting probeert steel? Several simple advices. Let me start from the basic one. Use antivirus solution. Reliable, regular updated, payable. Because it's like a base protection. It will minimize your risks to be infected. Second, use up-to-date software, starting from operation system, then Office, Adobe, any kind of software you use, it should be updated and licensed. Third advice, passwords. Use different passwords, quite strong one, complicated one, and try to change them regularly. Don't click to anything. Like if somebody sends you a message, don't like click on the link. If you have some kind of a pop-up, read before click. And fifth, maybe is the most important thing, use your brain. Aangezien die toekomst van cybersecuriteit in die volgende generatie se hande lê, het Kaspersky Lab studenten van reg oor die wereld genooi om aan hulle geleentheid te bied om hulle idees voor te lê oor hoe om cybermisdaad teen te stry. Rain Reed het met trots Suid-Afrika verteenwoordig by hierdie konferensie. My project is also cybersecurity related, more specifically cybersecurity education, which is targeting children, and I'm educating children about it using a game-based approach, which is brain compatible. Now, there are not many girls at this stage studying. It seems to be a male-dominated field, but it's definitely worth looking at for other girls. It's really fun, enjoyable field. So nou weet jy is nie heeltemal vrygeskeld van virusse nie en hierdie ouens gebruik jou inligting om geld te maak uit jou uit. So oppas daarvoor, maak seker dat jy antivirusprogramme het wat jou kan beskerm. Vir meer inligting, besoek bandwidthblog.com.